Hallo allemaal. Vandaag ga ik een video maken over, ja, eigenlijk een beetje thuis. Over want wij zijn aan het opruimen. We zijn echt zo'n alles grondig aan het opruimen en wat weg kan, kan weg. Dus ja, en daarvoor is het misschien leuk als jullie dan een kijkje mee. En dat eigenlijk een beetje doen, opruimen. En ik moet nog wat spulletjes van mijn hamsters. Moet ik nog schoon maken, even schoonspoelen. En ik moet nog wat hoeken verschonen. En dat soort dingen. En voor de rest gewoon dingen op zolder opruimen. Mijn moeder dan helpen en met dingen. En ja, voor de rest dat een beetje eigenlijk. En ja, mijn kamer ook opruimen. Dus ja, kijk gerust mee en ik zal korte filmpjes hiervan maken. En dan post ik dat later op mijn kanaal. Maar dat zie je straks allemaal. Dus kijk mee en met een grote opruiming. Kijk allemaal, dit is de grote opruiming. Alles aan het uitsorteren en doen om. Wat weg kan, kan weg. En dat soort dingen. En hier zo ook. Alles aan het opruimen. En dan in de slaapkamer van mijn broer staat ook alles helemaal vol. Maar het moet allemaal schoongemaakt worden. En hier zo gaan we dadelijk die kamer gaan we omgooien. Die bank die komt daar te staan. Die kast wordt omgedraaid. Alles wat van mijn broer is, komt aan die kant te staan. En dan, ja, komt hier zo eigenlijk mijn studio voor dadelijk al mijn video's en dat soort dingen op te nemen. Dus, ja, dit is eigenlijk een beetje waar we nu mee bezig zijn. Kijk allemaal, dit is nu opgeruimd hier zo helemaal. Daar staat nog wel wat rommel, maar voor de rest is het opgeruimd. Het is in ieder geval veilig, je kan lopen. Alleen moeten we al deze was allemaal nog even een keertje netjes en mooi opvouwen en netjes neerleggen. Dat alleen nog. En voor de rest is het hier ook alles netjes. Sowieso bij de ketel is het vrij. Handen, handen, dan krijg je brandgevaar. En hier zit gewoon alles netjes zo. En alleen in deze kamer moeten we dan nog even doen. En die moet nog klaargemaakt worden. De rommel moet daar nog opgeruimd worden. En alles moet verschoven worden zodat deze kant vrijkomt voor die studio. Dus ja, dat is al een heel eind. Maar. Het is ook een mega groot huis, dus maar dit is het alvast een deel. Nou, allemaal, het is allemaal omgegooid. Het is nu allemaal van mijn broers kant. En dit wordt dan studio. En dat aquarium moet nog daarheen. Maar dat komt later allemaal. Dus dit moet nog opgeruimd worden. Dus voor de rest. Maar dat komt wel goed. En dan. Hier zo. Dit moet allemaal weg. En hier zo. Ook nog een paar kleine dingetjes. Opgeruimd worden. Maar dat komt. In de volgende. Vlogvideo. Deel 2 van opruimen. En dan hopen we gewoon alles daar zo netjes te hebben.
dat gewoon mensen niks ging troep of zo meer. Omdat ze kunnen best veel troep hebben in hun huis. Daar sta je zelfs nog versteld van. Als je zelf wel eens, denk ik, op bepaalde plekken zou uitruimen, dan zou je zien hoeveel troep je hebt en zo. Dus ja. Maar je ziet in deel 2 vlogvideo, zie je de volgende. Dus dit was het deel 1 opruim vlogvideo. Nou, dit was vlogvideo deel 1. En de volgende vlogvideo is deel 2. Die krijg je ook nog te zien. En dan zul je zien dat het hier echt gewoon helemaal aan kant is en opgeruimd. Dus ja. En dan zal je ook denk ik zien mijn slaapkamer. Omdat ik natuurlijk nu gewoon mijn slaapkamer als slaapkamer heb en als chillruimte. Want de hamsters zijn naar hun eigen kamer. Dus dan zie je ook in die vlogvideo zie je ja, dat mijn kamer echt helemaal zoals die was, is en opgeruimd. En ja, dat laat ik allemaal in vlogvideo deel 2 zien aan jullie. Dus dan weten jullie dat ongeveer dat vlogvideo deel 2 van hele opruiming, dat komt eraan en dat gaan jullie ook nog zien. En als je dit leuk vindt, deze vlogvideo, duimpje omhoog en abonneer mij op mijn kanaal. En ja, tot de volgende keer.